On December. Now you're 21 December. Yeah, what's gonna happen? What's gonna happen? Ik sta hier met Mohammed Jaraya. Hoe is het met je, Mohammed? Ja, goed, goed. We hebben je lang niet gezien. Wat heb je in de tussentijd allemaal gedaan? Alleen maar zitten trainen eigenlijk. Ik heb zitten trainen en ik heb op Glory gewacht wanneer de volgende oproep was. En die is? Die is de 21ste. En je weet nog niet tegen wie je gaat vechten. Nee. Heb je een vermoeden? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, de vorige keer toen wist ik wel dat ik een top 3 ranking kreeg. Alleen dit keer, ik heb echt geen flauw idee. Heb je een voorkeur voor iemand? Nee, het maakt me echt niks uit. Wie ze geven is welkom. Ik train gewoon hard en ik ben klaar voor iedereen. Ja, we weten allemaal dat jij een goede band hebt met Badder. Ja. Jij zit hier ook in zijn kamp vandaag. Ja. Wat verwacht jij van de partij? Ja, ik verwacht gewoon een harde knock-out van Badder's kant, zoals we van hem gewend zijn. Jij hebt hem ook de afgelopen tijd af en toe zien trainen. Ja. Zie jij daar de oude Badder weer terugkomen? Ja, 100%. Ik merk dat hij echt veel fitter is als hiervoor. Dat zie je aan zijn lichaam, dat zie je aan alles. En even afwachten nog. Heb jij nog een voorspelling in welke ronde die knock-out gaat vallen? Ik denk zelfs in de eerste. Ik denk dat hij hem gewoon gaat bestormen en ik denk dat Rico dat niet aan kan. Dat is een hele mooie voorspelling. Ik zie ook dat je glundert. Word jij hier van zo'n partij? Wat voel jij hierbij? Ja, als Badder vecht ben ik zenuwachtiger als voor mezelf, begrijp je? Dat is echt iets heel... Omdat ik al vanaf kleins af aan naar hem opkijk. En het is gewoon een legende. En zoals ik al zeg, ik ben zenuwachtig van zijn partij als die van mij. Ja, dat is leuk om te horen. Ik zie het ook aan je. Tijdens de training of zo, heb je ook nog dingen van hem meegekregen om hoe hij naar de top is gekomen, tips die hij jou heeft gegeven? Ja, ik heb heel wat tips gekregen van Badder, alleen